50 bedrijven willen we vandaag in de bloemetjes zetten. Ze krijgen eigenlijk het label, het eerste pionierschap in zaken diversiteit en inclusie vanuit FOCA West-Vlaanderen. Voor mij betekent inclusie op de werkvloer. Ik denk dat een heel belangrijke waarde daar respect is. Respect hebben voor elkaar, respect hebben voor het individu. Waarom ik hier vandaag ben, is omdat ik er echt in geloof dat als bedrijven vandaag starten om een plek te creëren waar iedereen zichzelf kan zijn, waar dat de werknemers gehoord worden, gerespecteerd, gewaardeerd en welkom zijn, ja, dat dat de beste groeistrategie is voor de toekomst. Ik denk dat de werkvloer op vandaag een afspiegeling is, een weerspiegeling is van onze maatschappij en omgekeerd. Dat onze maatschappij zeer duidelijk terug te vinden is op onze werkvloer. Dus het is niet iets dat uitgevonden is, het is iets dat eigenlijk organisch ontstaan is. We hadden een aantal profielen die het inderdaad niet zo gemakkelijk hadden. Die wat meer tijd nodig hebben in de opleiding, die wat meer tijd soms nodig hebben qua taal. Dus onze mensen in onze ateliers hebben wij zelf ook opgeleid om ervoor te zorgen dat zij die mensen die bij ons te werk gesteld worden ook de juiste begeleiding en geduld kunnen opbrengen voor die door te laten groeien. Ik denk dat we vandaag als maatschappij een positieve evolutie doormaken op vlak van inclusie, op vlak van diversiteit op de werkvloer. Bedrijven en ondernemingen zoeken meer en meer nieuwe werkkrachten. En die zijn er moeilijk te vinden en dan moet je als organisatie zelf nog een stuk gaan herdenken, soms ook in vraag stellen, om op een andere manier met de talenten van de huidige mensen die vandaag aanwezig zijn om te gaan, maar ook om nieuwe mensen op die manier te gaan aanwerven.